Internationale Epilepsiedag wordt sinds 2015 herdacht op de tweede maandag van februari. Jaarlijks wordt aan de hand van een bepaald thema aandacht gevraagd voor epilepsie. We brachten een bezoek aan de Meester Huber Stichting, waar er ook kinderen zijn die epilepsie hebben. Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen die ontstaan door een plotselinge verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. Dit zegt de gezondheidswerker Tanja Vrijmersum. De oorzaak van de ziekte is chronische afwijking in de hersenstructuur. Vrijmersum vindt dat er blijvend voorlichting gegeven moet worden over deze ziekte. Het duurt de hele tijd voordat mensen ook weten van, oh ja. Ja, dus nog een internationale dag, maar voorlichting gaat altijd ongoing zijn. Hè. Je gaat nooit kunnen stoppen met voorlichting geven en mensen bewust maken dat je ook met epilepsie behandeld kan worden. En het heleboel mensen, het gros van de mensen, kan ook een vrij normaal leven leiden. Het is misschien hier en daar aangepast. We hebben hier een andere doelgroep. Het zijn mensen met een beperking en dan hebben ze ook nog A of B. Dus het is een hele andere doelgroep. Dus we weten ook dat je niet te hoog moet grijpen bij deze doelgroep. Maar jij zou niet weten als ik epilepsie heb, want je kan het niet aan mijn gezicht zien. Ja, en ik zou je adviseren, blijf gewoon normaal doen. Je moet mensen niet uitsluiten, dat is nergens voor nodig. Maar het is echt niet zo dat epilepsie het eind van de wereld is. Soms is het wel zo dat er moeilijke momenten zijn, waardoor het lijkt alsof er geen hoop is. Maar hou rekening mee dat je altijd met deskundigen kan praten en dat je ook samen naar oplossingen kan zoeken. Voor epilepsie wordt een specifieke medicatie gebruikt, zegt Salima Jangir. Ze is directeur van de Meester Huber Stichting. Het probleem is echter dat veel ouders de medicatie niet kunnen vinden of het zich niet kunnen permitteren. Jangir vraagt het ministerie van Volksgezondheid om de medicatie bereikbaar te maken voor die doelgroep. In ieder geval, weet je, dit soort medicijnen, want het is heel belangrijk voor het functioneren van het kind en zeker voor de ontwikkeling van het kind. Dat in ieder geval deze medicaties in ieder geval bereikbaar zijn voor deze doelgroep. En je ziet ook dat de meeste kinderen komen uit sociaal lagere klassen. Allemaal hebben een BASO-kaart. En dat kunnen ze juist niet vinden. Ja, de klapper voorziet het niet. Volgens Vrijmersum en Jahangir bestaat Internationale Epilepsiedag nog niet zo lang, waardoor het bij velen niet bekend is. Epilepsie komt voor bij 1 tot 1,5% van de wereldbevolking.